mensen! Ja, dat is hij toch. Welkom op dit... Nee. Ook nog roze. Nee, ik doe het wel gewoon wat zo. Wat vind je de mooiste kleur? Ja, groen vind ik het mooiste, maar dan krijg je het roze, dus... Ik ben wel heel blij dat de editor het tot nu toe de hele tijd heeft geblurred. Nou... Ik zat aan je tape op. Geef niks. Dat is fijn. It's nice. Ik wilde even nog zeggen, deze video is niet gesponsord door het merk wat ik net heb afgeplakt. Maar onze Marcel van de Snoepwinkel is er weer! We zijn er weer! Hey. Ja, jullie kennen hem allemaal vast wel van deze video's. Godverdomme! Nee, maar dit is niet normaal! Nee. En daar is hij weer. En de lach. En de lach. Daar komt hij weer. Ja! Maar ga je vandaag denk je lachen of niet? Ja, zeker. Ja? Zeker. Ja, want wat we hebben geregeld, of in ieder geval jij, ik weet van niks. Jij hebt allemaal bizar, nieuw, gek snoep geregeld. En ik heb geen idee wat er gaat komen, hè? Maar is het lekker of vies? Nee, het is wel lekker. Zeg je dat omdat je het moet verkopen, of is het... Ook. Ook. Laten we beginnen met het eerste snoepgoed. Ja? Nou, takies. Takies. Blue Heat. Mexicaanse chips. En je krijgt er een blauwe bakjes van. Ga, nee, echt? Ja. Hoe lang blijft dat? Uren. Nee, echt? Ja. Yo, ik heb dadelijk een première. Dat geeft niks. Ja, dat geeft wel. Dat is grappig. Nee, dat is helemaal niet grappig. Jawel, dat is grappig. Maar waarom zou je dit eten? Omdat het gewoon gaaf is om een keer te doen. Het is niet echt dat je denkt van, goh, laat ik hier nog eens 5 zakken van proeven en we eten dat elk weekend. Maar je moet het wel een keer in je leven gegeten hebben. Sick, jij hier. Nee. Ja, maar ik moet echt een blauwe mond hebben. Ja, maar dat is maar even, man. Kom op. Oeh. Ik ben blij dat ik een t-shirtje aan heb. Oeh. Doe eens, Nee, dat valt nog wel mee, toch? Hé, wie kan hier niet tegen pittig eten? Niels, kom er even bij. Hey, applausje voor Niels. Nou, Niels, kom op. Hupsakee. Niels, de nieuwe stagiair. Je mag er 2 tegelijk eten. Mag of moet? Ja, dat tweede. Voor een voldoende opties. It was at this moment that he knew. He f***ed up. Dat langzame... Hij is pittig. Hij is pittig, hè? Maar ik vind hem... Hij smaakt nog best oké. Ja, smaakt goed. Tranen in zijn ogen. Gaat het, Niels? Nee. Maar hoe vind jij het? Hij had wat zoutiger gemogen. Oh. Vind je niet? Niels gaat helemaal dood achter de camera. Hoe kan hij echt helemaal tranen, joh? Ja, als je echt geen pittig eten gewend bent, dan... Nee, dat is niet mis. Ja, als Rick dat eet, die eet dat gewoon alsof het niks is. Ja. De vorige keer hebben jullie Carolina Reapers en zo gegeten. Hier, check dit. Wat? Je bent echt gek. Wat is dit? Nee, ik proef het niet genoeg, maar het kan nog komen. Maar ik wil wel de ultimate experience. Insane. Nou, Marcel, heel erg lekker, manieus. Volgende. Huh? Wat is dit? Dit is een sliert. Dat is een winegum met allemaal zure nerds erop. Van die nerdsnoepjes. Ja, is dat... Wedstrijdje wie hem het eerst op heeft. Ja, dan doe ik zo. Ah! 3, 2, 1. Au. Jeetje! Jij voetelt! Je laat alles... Oh, dat was niet slim! Help! Marcel. Kom! Dat ruikt voor je uit! Maar het is wel lekker, toch? Ja, heel lekker. Dat gaat nooit naar binnen. Ik kan niet stallen. Zo, ik heb hem op. Ah, ik ben... Oh, wat is kijk eens. De Japans! Taiwan staat er trouwens. Kijk! Dat is toch gaaf. Cacao mochi. Ja. Kom op. Kom op! Zo. Maar weet je zeker dat het geen saus is of zo? Don't eat. Staat erop. Nou, ik zou het eens proeven. Hè? Don't eat. Wat is dit nou weer? Ik ben echt lekker, toch? Heel raar. Alsof ik in een teelbal bijt. Ja, nou, dat zeg ik. Lekker. Kom, doe even ruilen, zo.
Ik weet niet zo goed wat ik ervan vind. Dat is wel echt een heel apart gevoel in je mond. Ja, heel zacht. Ja, een beetje jelly. Ja, ik vind... Ja. Nee, die moet je ook proeven. Niet zo flauw, kom. Ja, het is heel... squishy. Maar ik vind het niet vies. Nee, ik vind het echt... Nee. Wat? Nee, ik vind... Ja... Ik vind het op zich wel lekker. Ja. Ja. Echt of... Ja. Ik ben aan het genieten. Ja, je weet nooit wat je aan jou hebt. Is het ook wel pittig? Ja. Niels, kom erbij! Kijk eens. Kijk, hij baalt. Ik doe wel even een grote om te... Oh, potverdorie, wel ruig. En is hij beter of... Ja, je moet er twee nemen, denk ik. Oh. Anderhalf, oké. Okay. Het begin denk je bij deze nog wel. Deze brandt echt op je tong. Echt pittig. Proef je nog niet? Ik denk dat mijn tong nog... En zo leer je dus pittig eten. Gewoon door te doen. En het genieten? Ik vind deze beter dan nu. Hey, Niels! Ja, lekker man! Vanaf nu kun je sambal gaan eten. Nou, heerlijk. Dit ziet er echt heel raar uit. Dit is 100% niet lekker. Jawel, dit is lekker. Je kunt het zelfs in de vriezer leggen en als een ijsje zo opeten. Oh, dan kun je dan zo uitduwen? Ja. Als een puist, zo. Ja. Doe eens normaal, man. Ik ga echt dood hier. Sludge. Dr. Sauer Sludge. Sludge, heerlijk. Is ook gewoon echt al 3 jaar over datum. Klopt, dat maakt niks uit. Oké. Okay. Dit is strawberry smaak en dit is appel. Ja. En dan moet je gewoon in je mond uitdrukken. Ja. Oh, dit ruikt naar kots! Oh, sorry. Oh, wat doe je hier? Ja! Oh! Je hebt een druiper. Godverdamme. Je bent echt aan het overdrijven. Dat is echt super zuur. Jij weet ook... Oh. Jij weet dat ik geen snoepeter ben. Ik eet nooit snoep, want ik vind bijna al het snoep sowieso al niet zo echt lekker. Oh, ja, leuk dat je mij uitnodigt. Nee, ja, ik vind chocola bijvoorbeeld wel heel lekker. Heb je dat mee? Nee, maar dat kunnen we wel doen. Binnenkort hebben we natuurlijk alle chocoladeletsen met allemaal weer gekke smaak. Oh, shit, ik heb de dop er nog niet op. Opeten, kom. Nee. Soepelen. Nee, dit is echt wel, dit is lekker. Marcel, dit is echt het vieste wat ik ooit in mijn leven gezien heb. Ah, nee, man. Dit smaakt ook naar die kots. Wat is dit? Waarom zou je dit eten? Ja, dat vind jij van alles wat ik meeneem. Waarom zou je dit eten? Nee, ja. Deze vond ik lekker. En ik vond die Cheetos... Flamin' Hot. Die vond ik ook nog wel oké. Okay. Maar dit is wel... ik vind het wel een grappig systeem. Ik geef nog even een complimentje voor dit. Ja, nou, bedankt. Bedankt. Oké. Okay. Maar het vond ik niet heel Brownie graag. Brownie M&M's. Ja. Maar dit is wel lekker. Ja, dit is gewoon een handje op de bank en dan koffie erbij. Oh, heerlijk. M&M's met koffie. Gummy Ghost. Ja. Insane heat pepper. Ja, dit is echt... Maar daar staan ook de units op. Niels! Rick! Zo, maar dit ziet er wel uit alsof het heel extreem is. Het zit zelfs in zo'n speciale verpakking. Rick! Is iemand mij? Jij mag naast Niels komen zitten. Niels is degene... Hallo Niels. Hi. Er is niemand in Nederland, zegt hij, die beter tegen pittig eten kan dan hij. Dus we gaan kijken of... Niels? Ja. Oké. Dus we gaan kijken of jij het beter kan of hij. Jeetje! Ja, maar hey, we kunnen toch allemaal wel een hapje? Ik ga het heel ding doen. Nee. Deze is voor mij. Deze nee, is joh. Voor Niels. Hey. Die is voor Rick. Oh. Nee, ik wil er ook een stukje vanaf. Ik bijt er anders wel een stukje vanaf. Je wil het lijkt net een dierentong of zo. Okay. Ja, het is echt heftig. Ja. Nee, maar, het ruikt echt alsof het deze... kan eruit vallen. Nee, ben echt niet wijs. Nou, ik ga niet in één keer in mijn mond doen. We moeten eigenlijk nog een video opnemen, hè? Dus. Ja, daarom. Ik heb een stukje. Hey, die kun je wel helemaal in je mond doen. Ah! Dit is niet normaal! Dit is echt heel heet. Weet je wat ook heel heet is? Nee, ik ga geen vieze opmerking maken. Maar zo'n jawbreaker. Oh, dit is echt heel heet. Kom uit. Water. Jeetje, man. Iedereen huilt. Oh. Nou, dat is leuk. Iedereen gaat ineens huilen. Nou, leuk. Marcel, super bedankt voor al je snoep. Voor al de lekkere spul weer. Bedankt voor het proeven en bedankt voor het kijken. Klik op het duimpje omhoog en tot de volgende keer. Niels, je krijgt een voldoende voor je stage. Dankjewel. Top. Ah. Van de tranen bij te vullen.